René van der Gijp krijgt kritiek op zijn eenmalige afwezigheid in vandaag in De voetbalanalist zal vanavond niet aanwezig zijn omdat zijn zoon Nicky zijn 23ste verjaardag viert. Dit roept gemengde reacties op. Sinds het overlijden van Nicky's moeder is de band tussen René en zijn zoon nog sterker geworden. René kiest ervoor om deze speciale dag met zijn zoon door te brengen, wat betekent dat hij niet zal verschijnen in vandaag in Oranje. Zijn collega's Wilfred Gené en Johan Derksen moeten het vanavond stellen met invaller Rutger Karstricum. Jan Juriet, een sterjournalist van Privé, uit zijn verbazing in de podcast strikt Privé wanneer hij hoort dat René niet aanwezig zal zijn. Waarom is hij er niet, vraagt hij. Collega Jordi Versteegde legt uit, zijn zoon is jarig. Dit maakt Jan nog verbaasder, oh, ik dacht dat er een ernstig ongeluk was gebeurd. Jordi stelt hem gerust, nee. Nicky viert zijn 23ste verjaardag. Vind je dat een goede reden om afwezig te zijn? Jan is het er niet mee eens. Ik vind het vreemd. Wilfred Gene is ook vandaag jarig, maar hij is er wel. Jordi merkt op, Wilfred zal vanavond gewoon aanwezig zijn. Jan voegt daaraan toe, ik denk dat René gewoon geen cadeau wil kopen voor Wilfred. De uitzending van vandaag in site begint vanwege het EK voetbal pas om 11 uur s-avonds, wat René in staat zou stellen om zowel de verjaardag van zijn zoon als de show bij te wonen. Jordi wijst echter op de bijzondere band tussen René en zijn zoon, vooral na het verlies van zijn moeder. Dit zou René's keuze om afwezig te zijn kunnen verklaren. Ze hebben een unieke relatie, en ik heb gehoord dat de mannen vaker vrij willen hebben, concludeert Jordi. René's keuze om de verjaardag van zijn zoon te vieren. In plaats van zijn verplichtingen bij vandaag in na te komen, laat zien hoe belangrijk familie voor hem is. Deze beslissing roept echte vragen op over prioriteiten en verplichtingen in de professionele wereld, vooral in een tijd waarin persoonlijke relaties steeds meer op de voorgrond treden.